Goedenavond, het is vanavond 25 juli 2019. Ik ga nu op weg naar Leiden, naar de Band of Liberation. Want we hebben zeg maar een aantal broeken geleverd voor het tropenuniform. Zitten in doos verpakt en die zijn gemaakt door Lincoln. Diegene die voor ons ook de tropenuniform maken. En vroeger voor het Surinaamse leger maakte, of voor de Tris, en nu voor het Surinaamse leger. En nu hebben ze de broeken gemaakt voor de militaire kapel, die ook de nummers gaat spelen van de Triskapel. Gaan we nu daarheen vertrekken. Het is buiten hier denk ik zo nu op dit moment zo'n 33, 34 graden. Dus echt de tropische temperaturen en mooi op tropenuniformen te gaan passen. Tot straks. Dat is zeker ook voor Kees, maar diep respect Kees. Nog. Terrein van de punt moet voorbij. Al lang geleden hoor, de punt. Griebels W. Ja, daar ben ik. Nou, geboren Theo, hè? Heb je de Griebels A dan? Ja. Schudder K. Even kijken. Hof. Ik dank u. Helemaal goed. Flippo. Was geen hof. Wat is goed. Eigenlijk een valse start met mijn zusje, maar gelukkig is het allemaal weer goed. Ze mag niet meer achter de bar. Nou. Voorlopig. Voor vanavond, dus voor veel wachten. Gelukkig is het goed. We zijn hier bij elkaar gekomen. We zien het resultaat. We hebben dus straks natuurlijk al een paar foto's genomen met Ad. Ad van Wingen is natuurlijk van de Triscontacten. We hebben hem allemaal kunnen zien op afgelopen Koningsdag. Waar we zo gastvrij werden ontvangen. En waar we toch na het spelen toch wel veel respons hebben gekregen van wat wij eigenlijk doen. En dat is alleen maar positief voor het orkest, maar ook voor Tris. Tijdens Koningsdag was ik met Ad aan praten en daar kwam de waarnemend burgemeester erbij, Robert Strijk. Hij is geen waarnemend burgemeester meer. En toen begon ik zo over broeken tegen Ad. Nou, Ad is net zo gek als ik. Alleen, Ad doet het bij de Triscontacten en ik doe het bij die Band of Liberation. Eigenlijk met allebei iets dat we iets willen promoten en laten zien wat er eigenlijk is gebeurd en waarvoor we staan. En dat is heel erg belangrijk in deze tijd. Nou, ik begon met Robert Strijk, die burgemeester, van ja, ik zou zo'n mooie broek eronder willen hebben. Maar we hebben geen geldige middelen. En dat werd. Ad heeft twee oortjes. Gelukkig is hij nog niet doof. Hier zijn er al een aantal doof. Maar hij is niet doof. Maar die zag ineens zijn Trisorkest voorbij hobbelen, natuurlijk. Ik begrijp dat allemaal wel, want die zagen er allemaal zo ook uit. Nou, mijn voorbeeld was de Band of Gibraltar. Dus ja, dat is ongeveer hetzelfde. Dat loopt ook zo voorbij. Alleen van de Tris hebben ze een bruine kop. En bij Gibraltar hebben ze een blanke kop. Dat is het enige verschil. Ja, en toen ging het praatje zo verder en toen zegt Ad, nou, ik heb er al oren naar om dat te realiseren voor de Band of Liberation. Want Ad natuurlijk al, heb al heel wat keren eigenlijk ook Rodeo, wat er nog best wel eens een keer voor geapplaudiseerd worden, met de militaire history idee. Nu komt hij weer al zijn voertuigen naar de Hooglandse Kerk en dan zie je nog die boot, die ding. Dat is allemaal van hem. En
hij doet het toch altijd maar. En dat vind ik heel erg bewonderenswaardig. Toppie hoor, toppie! Nou, om even mijn verhaal te maken, daarna mag jij beginnen, vriend. Ik noem je maar even vriend, je weet nooit waar het goed voor is. Misschien gaan we nog eens een Suriname natuurlijk. Ja. Dat zou het mooiste zijn. Dat zou het mooiste zijn. Dat zou het mooiste zijn. Ja. Oké. Okay. Nou, dan blijf ik je maar vriend noemen. Nee, hoor, flauw. Wat wij gaan doen is wel, we gaan een paar liedjes wat je al gehoord hebt. En daar hebben we onze hofarrangeur voor, die dat vast gaat realiseren voor de band. We gaan een paar liedjes spelen uit die tijd. Dat is hartstikke leuk. En we zouden dan twee keer bij Ad, ter compensatie voor dat wij die mooie broek hebben, hoe dat eruit ziet, zouden we daar gaan spelen. En dat doen we met Ver en met alles wat we hebben eigenlijk. Dus Ad, ik geef je nogmaals een hand. Oh, rustig. Interkest. En over 14 dagen, dan kom ik het beloofde, hoe noem je dat? Ja. Kan je dat volgende zien? De beloofde bijdrage ook nog leveren. Dat wij een soort, hoe noem ik dat ook weer? Moet je mij doen? Een foto maken. Ja. Ik wil nog een keer hand geven. Niet schudden. Nee, het gaat bewegen. Ja, haal het dwars, dan heb je ze alle drie erop. Ja. Kijk, het belangrijkste vind ik, je zit in de stichting en bij jullie bij de Liberation zit er een beziering in. En als je beziering erin hebt, dat werkt uit naar je organisatie, naar je leden. En dat, bij jullie ook, je zit een beziering in jullie club, dat draag je uit. En dat geef je door aan de mensen waar je speelt. Daar krijg je reactie van. En dat geef je de drijf om door te gaan. En dat is bij jullie club en dat is bij onze club. En op die manier, wat Simon ook net zegt, hebben we elkaar gevonden. Er zit een drijf in. En als je dit uit kan beelden, net als wij vroeger, als we parade moesten lopen, Koninginnedag, met de militaire kapel van Suriname, de Triskapel. En je hebt nu in Suriname een kapel van het Nationaal Leger. Als wij in Suriname de kazerne bezoeken, dan zitten we bij de repetitieruimte, de speler voor ons reisgezelschap, zitten ze daar te spelen. En de Taptoe Delft, de Taptoe in 1969, werd de Triskapel. Hielp mee met die uitvoering toen. En dat was in 1969. En die Triskapel die hebben ook een tournee gemaakt in Duitsland. Dus jullie kunnen best zeggen, zoveel jaar na 1969, 2019, hoeveel jaar is dat? 50 jaar. Na 50 jaar doen jullie het nog een keertje over in Duitsland. Als we daar een goede film van maken, dan zetten we dat op Facebook of bij de Tris site. En jongens, na 50 jaar. In de vorm van Trish speelde de Band of Liberation in Duitsland. En ik wens jullie heel veel succes met deze nieuwe uitmonstering. En dat je lang plezier hebt van deze broeken. En de uitstraling kan geven met jullie muziekstuk. Simon zegt een paar nummers instuderen. Liefst heb ik dat jullie alle nummers instuderen. En de oude kapelmeester van de Trish, die gaat ons met de reis mee in november naar Suriname. En als jullie een keer repetitie hebben, hij woont in Nederland, dan wil ik graag een keer hem meenemen. En misschien dat hij nog een keer bij jullie kan wat kan betekenen. Ik kan hem meteen die arrangementen meenemen. Ja. Ja. Oké, dan wil ik afsluiten jongens met deze prachtige woorden van Ad. Met de hele historie eraan. Een toast nog even op Ad. En de verliescontacten. En de Band of Liberation. En de Band of Liberation. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb het vanmorgen om 9 uur in de ijskast gezet, maar het heeft aardig. Het is gaan bobbelen, nou, maar door de warmte. Cheers. Ja, dat is al gedaan. Het is al op. Zelf is het al.